Geen champagne, maar wel veel cameraploegen. Vandaag bij de presentatie van Henk Vrezer. De coach die de afgelopen 3 seizoenen hoofdtrainer was bij ADO Den Haag, vertelde voor iedere microfoon waarom hij blij is dat hij bij Vitesse aan de slag gaat. Ik denk dat voor heel veel trainers hetzelfde op zou gaan. De potentie van deze club, de faciliteiten, de ambities. Ik denk dat voor iedere trainer in mijn positie, op dat niveau, dat een logische stap is. Vrezer is de opvolger van Rob Maas, die na een half seizoen met vooral teleurstellende resultaten aan de kant werd gezet. Met Vrezer hoopt Vitesse op betere prestaties. De trainer hoeft overigens niet te rekenen op veel versterkingen, zo laat de clubleiding weten. Onze selectie is nagenoeg rond. We hebben de selectie die we wilden en er zitten goede spelers bij. De opdracht is om top 5 in Nederland te spelen en Europees te kwalificeren. Een heel duidelijke opdracht. Wij denken ook dat dat mogelijk moet zijn. En daar gaat hij ook aan vol enthousiasme aan beginnen.